Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het programma Door het Vasten en Bidden. In dit programma kijken we naar verhalen uit ons christelijke geloof van volken, personages die door het vasten en bidden hun uitdagingen hebben gevonden. Hierdoor halen wij inspiratie hoe we ook moeten vasthouden aan het vasten en bidden om ook onze uitdagingen te kunnen overwinnen. De eerste personage waarvan we gaan zien en horen hoe hij sterk is geweest en succes heeft behaald is Ilea. Ilea was zo sterk en bijzonder in de ogen van God dat hij zijn fysieke lichaam heeft opgevaren naar de hemel. Zoals het gebed van de breking luidt, het vasten en bidden hebben Ilea opgeheven ten hemel. We zien hier maar weer de kracht van het vasten en bidden. Maar hoe hebben het vasten en bidden dan ervoor gezorgd dat Ilea zijn lichaam mee is opgevaren naar de hemel? Hiervoor zullen we ons verdiepen in het verhaal van Ilea. Het verhaal van Ilea is vrij speciaal, want van de meeste profeten weten wij waar ze vandaan komen, hun familie, hun achtergrond, hun leeftijd, etc. Meestal wordt het ook aangegeven bij het begin van het boek waar de profeet in voorkomt. Maar bij Ilea is dit niet zo. Zoals hij plotseling, zoals we gaan zien, mee is opgevaren naar de hemel zijn lichaam, zo is hij ook in het verhaal plotseling verschenen. Ilea was een van de profeten. En voordat ik vertel wat Ilea allemaal heeft gedaan, gaan we eerst een stukje terug in de tijd om de context te begrijpen waarvan Ilea vandaan komt. Na de laatste rechter, Samuel, kwamen er koningen zoals Saul, zoals David, zoals Salomo. Maar na Salomo werd het koninkrijk opgesplitst in twee delen. Het noorden Israël en het zuiden Judea. Het noordelijke koninkrijk was ver van God, maar het koninkrijk in het zuiden was nog afwisselend in haar relatie met God. De koningen van het noorden hadden veel macht, hun volk was rijk en ze deden daar alles wat ze wilden. Uiteraard niet positief. Daar aanbaden ze namelijk een gouden kalf, net als de tijd van Aaron. De heerschappij van die slechte koningen ging zo 19 koningen door. In die tijd van koningen stuurde God dus ook profeten om het volk te waarschuwen van hun slechte daden. Hij roepte ze om berouw te hebben en terug te keren naar de weg en de wil van God. En vaak, helaas, gehoorzaamden ze deze boodschappen niet. Toen kwam koning Achab. Hij was een van de, als niet de slechtste koningen. Hij werd zelfs de standaard van slecht genoemd. Zo slecht was hij. God is uiteraard niet stil in deze duistere periode. Daarom stuurde hij Ilea. En hier zien we al hoe groot Ilea is in het aangezicht van God. Want voor een grote, slechte koning stuurt God ook een grote, goede profeet. Nu we de context begrijpen van die tijd, kunnen we verdiepen in het verhaal van Ilea. Zoals ik al zei, Ilea verscheen opeens. De eerste keer dat we iets horen van Ilea staat in 1 Koningen 17:1. En daar begint hij ook gelijk krachtig. Kijk maar. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Hier zien we al waar die goedheid van Ilea vandaan komt. Niet omdat Ilea zelf goed is, maar omdat God goed is en omdat Ilea vaak met God is geweest. Hij zegt het zelf, hij stond heel vaak voor het aangezicht van God. Wat wij wel weten van Ilea is dat hij in de woestijn leefde, oftewel ver weg van de wereld. Wat betekent dat het om in een woestijn te leven? Dat is dicht bij God zijn. Hij houdt zich niet bezig met zijn carrière, geld verdienen, vrienden, gezelschap. Nee, hij is bezig met de dingen van de hemel. En als je bezig bent met de hemel, dan ben je bezig met God. En op die manier weten wij dat hij een man van God was. En dat hij vaak in aanraking was met God, doordat hij samen met hem leefde. We zien ook in de kracht waarmee Ilea spreekt, hoe moedig hij is. Want we weten, als jij tegenover God kan staan, dan ben je niet bang om tegenover mensen te staan. Maar als je bang bent om voor God te staan, dan zal je ook bang zijn om voor de mensen te staan. Hoe dan of hoezo? Nou, namelijk God is, zoals we in de vorige aflevering hadden verteld, hij is perfectie. En hij is het maximale wat wij kunnen zijn. En als wij dat kunnen confronteren, als wij onszelf kunnen confronteren van hey, ik hoor eigenlijk minder te liegen, ik hoor eigenlijk minder te eten, ik hoor eigenlijk minder luid te zijn.
Als wij die confrontatie met onze potentie kunnen weerstaan, dan zijn we krachtig en dan maakt het niet uit wat mensen zeggen. Want wij durven en wij durven onze eigen zwakte in de ogen te zien en beter te zijn en beter te worden. En dat is moeilijk, is niet makkelijk. En als we met God leven, zoals we hebben gezien dat Elia dat heel erg deed, dan gaat God ons ook zegenen. Want wij kunnen dan ook wonderen doen, zoals Elia meerdere heeft gedaan. Laten we eens kijken. Het eerste was dat God stuurde Elia naar een weduwe om bij haar te eten. Maar de weduwe had maar heel weinig meel en olie. Toch zei Elia tegen haar, maak geen zorgen, maak het en wij zullen ervan eten. En het zal nooit opraken. Zo gezegd, zo gedaan. De vrouw gehoorzaamde, ging eten maken met meel en olie. En de meel en olie raakte ook niet op. Een teken dat God met Elia is en dus een zegening voortbracht. De weduwe waar haar mee zat te eten had ook een klein kind. En dat kind werd op een gegeven moment ziek, zelfs zo erg dat hij daaraan overleed. Toen vroeg de vrouw aan Elia van, kan je hier iets mee? Elia was natuurlijk verdrietig om dat kind, dus hij nam het kind, bad tot God en God genas het kind en had hem zelfs uit de dood doen laten opstaan. Dat is weer een wonder dat we niet uit onszelf kunnen doen. En dat is een wonder die God alleen maar toelaat als wij één met hem zijn. We zien dus in het verhaal wanneer God Elia had uitgezet naar de weduwe, dat Elia gehoorzaamde. En dat deed hij vaker. En dat is ook weer iets wat we kunnen halen uit het verhaal van Elia. God heeft Elia meerdere malen op een avontuur gestuurd. En elke keer gehoorzaamde hij. En ging hij niet met hem in discussie. Dat is ook weer een mooie deugd die we kunnen overnemen van Elia. En verklaart waarom hij dus die wonderen kon doen. Een andere keer werd Elia gestuurd naar Ahab, de koning, de slechte koning in die tijd. En het gebeurde toen Ahab Elia zag, dat Ahab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader. Doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aan gegaan bent. Israël bevond zich in een zware tijd. Daarom zei Ahab tegen Elia, van komt het door jou? Elia zei tegen hem, nee het komt niet door mij, het komt door jou en je vader. Want jullie zijn elke keer ongehoorzaam geweest tegen de wil van God. En we zien dus als we ongehoorzaam zijn naar God, zijn we gehoorzaam naar de duivel. En van de duivel kan ook alleen maar slechte dingen voortkomen. Dat wordt hier weer bevestigd. Een ander wonder van Elia was toen hij tegen de koning zei, stuur mij 450 van jouw profeten. En dan gaan we zien wie de ware God is. Hoe hij dat ging bepalen is doordat hij tegen het volk zei, tegen de 450 profeten, maak een offer, een stier en leg hem op het hout. En ik doe hetzelfde. En we gaan allebei aan onze God, of tot onze God bidden en vragen om vuur uit de hemel te laten komen op het offer en het offer te aanvaarden en mee te nemen. Zij deden dat, zij gingen bidden, maar er gebeurde uiteraard niks. Hij moedigde ze aan, hij maakte grapjes met ze, van je moet harder schreeuwen. Maar uiteraard bleef er niks gebeuren. Toen ging Elia, hij bouwde eveneens het altaar, de stier en hout en vervolgens ging hij bidden. En hij bad en er kwam vuur uit de hemel op het offer en het offer werd meegenomen. En hiermee zei hij ook tegen hun, van dit is het bewijs dat mijn God de ware God is. En dat jullie berouw moeten hebben van jullie gedrag. Een ander wonder van Elia is dat door zijn gebed is het regen gestopt en ook weer begonnen. Er was hongersnood doordat er geen regen was, doordat Elia daarvoor had gebeden. Maar toen hij bad, was er weer regen. Dat is ook een wonder. En dat laat ook weer de kracht zien van het bidden. Als wij bidden met geloof, met vasten, dan gehoorzaamt ook God en werkt hij door ons. Een ander mooi en leerzaam verhaal van het leven van Elia was de confrontatie met Isabel. Isabel was de vrouw van koning Ahab. En Isabel was zelf ook heel erg slecht. En ze was boos op Elia en ze dreigde hem te vermoorden. Toen Elia dit hoorde, vluchtte hij. Waarom vluchtte hij? Hij was toch met God? Hij is toch sterk? Hij is toch moedig? Hij kan toch alles doen? Ja, maar soms is het in ons leven verstandiger, wijzer, moediger om te vluchten van de zonde, van de slechtheid, dan die te confronteren. Dus überhaupt voordat we in aanraking komen met de zonde,
laten we al een paar stappen daarvoor voorkomen dat we daar niet terechtkomen. Oké, en waar is dan het vasten in het leven van Ilea? Ilea woonde in een berg en op een gegeven moment gaf de engel hem eten, zodat hij kon vasten 40 dagen en 40 nachten. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten, tot aan de berg van God, de Horeb, zoals we lezen in 1 Koningen 19:8. Dus Ilea heeft net als Mozes, net als de Heere Jezus zelf, ook 40 dagen en 40 nachten gevast. Daarom weten we ook toen Jezus op de berg van Transfiguratie verscheen, samen met Mozes en Ilea, dan zien we ook weer drie personen die allemaal 40 dagen en 40 nachten hebben gevast. Na het vasten van 40 dagen en 40 nachten werd Ilea weer meerdere malen door God gestuurd naar de koning om hem aan te spreken op zijn gedrag. En dat deed hij ook. Ilea gehoorzaamde. Toen die koning Ahab overleed, kwam een nieuwe koning. Deze koning, waarvan hij hoorde wat Ilea allemaal heeft gedaan, wilde hem natuurlijk zien. En hij stuurde zijn rechterhand of zijn persoon samen met 50 mannen om hem te zoeken. Maar Ilea bad en meerdere malen kwam er vuur uit de hemel op die mannen. Dus er werden meerdere malen 50 mannen gestuurd en elke keer bad Ilea en viel er vuur uit de hemel op deze mensen. Dat laat weer de kracht van Ilea zien. De kracht van zijn gebed en de liefde die hij voor God heeft en God weer voor hem. God houdt natuurlijk voor iedereen, maar hij werkt door de mensen die ook met hem willen werken. We lezen dit verhaaltje in 2 Koningen 1:10. Maar Ilea antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50. Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. Later in het verhaal lezen we dat Ilea is opgevaren en meegenomen naar de hemel. Het gaat ons niet dat wij met onze fysieke lichaam naar de hemel gaan. Het gaat erom dat we hiervan leren dat wij onze gedachten en onze werken bezighouden niet met de wereldse, maar met de hemelse. Het is niet slecht natuurlijk om te werken, om vrienden te hebben, om plezier te hebben. Maar het moet niet ten koste gaan van ons spirituele zelf. Het moet niet datgene zijn wat we aanbidden. We moeten ons voornamelijk meer bezighouden met het eeuwige leven. En als we dat doen, dan gaan we niet alleen het eeuwige leven bereiken, maar dan gaan we ook zien dat ons leven hier op aarde beter wordt. Dus laten we ook door het vasten, door het bidden, zoals Ilea dat heeft gedaan, houden van God, leven met God en dan gaan we zien dat God ook met ons zal zijn en met ons zal werken. En zolang we met hem zijn, dan kunnen we van zijn hand eten en van zijn hand genieten. Ik eindig met een hele mooie stuk uit de brief van Jacobus 5:17. En daar lezen wij de kracht van het bidden. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En hier komt Ilea. Ilea was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde. 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die één zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonde zal bedekken. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende aflevering van Door het Vasten en Bidden.